Waar het vooral om gaat in deze verkiezing, Miss Curaçao Holland, is het echt leren kennen van je cultuur. En daar gewoon, als je daar iets mee wilt doen, dan kan je daarop induiken. Wat ik heb gedaan is, ik heb me ingedoken in de cultuur en ik heb meegedaan met de Bikkie Spikkie optocht die dit jaar in Rotterdam en in Amsterdam plaats heeft gevonden. Ik woon in Rotterdam-Zuid, dus ik kom ook daar geboren en getogen. Oh, dus echt een thuiswedstrijd voor jou? Ja, echt een thuiswedstrijd. Ja, waar ik ben opgegroeid, het wijk waar ik ben opgegroeid, Tarwewijk. Iedereen is gekomen om me toe te juichen. Het is niet alleen maar voor de uiterlijk, maar het is eigenlijk, laten we zeggen, in Engels beauty and brain. Als je een buik hebt en een haakneus, kun je dan ook Miss Curaçao? Ja. Waarom zijn jullie hier? Voor Giliana Kranenburg, kandidaat nummer 8. Ja. Oké, even ondersteunen. Waarom vind je dat zij moet winnen? Omdat zij is een topper. Zij doet van een verlegen meisje. Is hij een heel sterke, moedige vrouw geworden. Dus ik ga ervoor. Ik denk dat zij gaat winnen. Oké, je bent klaar. Naast dat ik met 8 prachtige andere dames mag deelnemen, ja, wil ik eigenlijk ook wel Nederland laten zien dat niet alleen beauty, maar ook brains eigenlijk telt. Dus ja, het is niet echt alleen uiterlijk, maar ook het inhoud dat telt. En ja, qua uiterlijk ben ik niet de ideale plaatje, geef ik toe. Ik ben iets forser, ik ben iets korter, maar uiteindelijk telt het inhoud wel meer voor mij. Van de vrouw uiteindelijk. Ik vind iedereen gewoon mooi. Hoe diegene er ook uitziet.